Wat een kutspel. Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Content Badass. Vandaag spelen we weer The Sims 4. Dus laten we gelijk maar aan de slag gaan. We gaan verder met ons mooie huis, de CB. Kijken waar we mee bezig waren en zo. Aride. Oké. The current situation is... Tijn en ik zitten te gamen. Tijn speelt een lekker potje blikblok. En ik speel Sims Sneeuw. Nog wat. Jordi is een beetje ongemakkelijk aan het dansen. Wat is Jonne aan het doen? Jonne legt net... Waarom ben je zo netjes, Jonne? Zoals je ziet zijn al onze huisgenoten weg. Want ja, wat gebeurde ook weer? Oh, ik wou nieuwe mensen het huis inlokken. En toen gingen ze natuurlijk allemaal weg, want ze waren er klaar mee. Dus ik ben van plan gewoon om enorm feest te geven en dan nog meer mensen. Gewoon nog meer mensen. Ga kletsen met je liefje dan, met Nina Heethart. Daar heb ik kinderen mee. Oh, daar heeft hij kinderen mee! Waar is ze? Wat? Ik lag te slapen, bel me later maar terug. Oh, dan heb je het verneukt, Jordi. Het boeit Jordi helemaal niks. Het is ook best wel vroeg inderdaad. Ik had... Oh, Jelle, what the fuck? Oké, ik denk dat het tijd is om wat mensen uit te gaan nodigen. Ik denk dat het tijd is om eerst de buurt te leren kennen. Als we nou gewoon bij heel veel huizen langs gaan. En dan kennen we steeds meer mensen. Dan kunnen we de hele stad gaan we uitnodigen. Maar dat betekent dat we langs al deze locaties moeten gaan. Heet hard. Oh, ze woont aan de overkant! Ga naar hier wonen ze toch? Oké. En gewoon hier eentje. Bel aan dan. Jordi is binnen hoor. Oké, Jordi. Daar is ze. Of nee, dat is... dat is Katrina. Oh, daar is ze. De gepassioneerd zoenen. Ze hebben niet eens hallo gezegd tegen elkaar. Nee, dit is... Oh, ze wonen bij elkaar. Oh. Dina, niemand mag haar. Doe maar een grappige introductie met hem. Kijk, we zijn helemaal de bom weer. En Dina is weer in de eentje. Fucking bitch. Wij hebben het weer gezien hier. Wij gaan naar de buren. Kom Jordi, we gaan naar de buren. De familie Mol bezoeken. Waarom is iedereen ook hier? Hey! Vink de geluidsman, stop! Oké, dit was leuk. We gaan nu naar een ander huis. Wij hebben toch zo'n mooi huis. Het huis is toch veel mooier. Oké, het volgende huis is Landgraaf. Let's go. Dit ziet er luxe uit. Jordi, misschien moeten we volgende keer de rest ook meenemen. Arme Jordi, zeg maar eens eentje. Kom maar binnen. Volgende locatie is... Ah, de bijtjes. Daar gaan we. Komt de badass. En Jonne. Yeah, nu zijn we met z'n allen. En daar is de eerste bewoner. Het is... Jessica de J. Ja, Jordi, jij mag het woord doen. Oh, die kennen we al. Of zo. Kijk wie we allemaal hebben hoor. Ah, daar hebben we ze. Hier hebben we Jordan Boefjes. En Dietz van Nintendo. Die gaan we allemaal kennis maken. Maar vooral Jordi moet het doen. Jordi moet het doen, want die moet iedereen kennen om uit te kunnen nodigen. Wat doet Brit nou weer hier? Het is zo ver lopen. Victor! Waarom loopt iedereen in de desert? Kom op man, het is zo ver van huis. Wat een gezellige boel. Maar volgens mij missen we iemand. Wow. Het is zo'n klein huis, jongens. Waar slaapt iedereen? Er zijn maar drie slaapplekken. Oh, oh. Hoi Jordi, ik ben het. Nina, wil je op afspraakje gaan? Ja, ja. Let's go. Ratelslang sap. Maar neem je mij mee naartoe, Nina? Handen kussen. Oh, waar zijn we? Oh, is het een restaurant? Maar goed ook. Dit afspraakje wordt steeds leuker. Wie is dit? Doe even zo'n aardige introductie. Hij mag ook op het feest komen. En hij ook! Zo. Laat je maar bedienen. Ja. Moet je echt gewoon zelf gaan halen? Waar is de ober? Kom ons helpen. Hij heeft echt super veel zin in. Oh, we gaan daar zitten. waarom chips? Geef haar ook wat dan. Je kunt alleen drankjes halen, wat saai. Oh, ze komt ook gewoon bij zitten. Wat een spontaan restaurant is dit.
Je kunt niet reizen terwijl een sociaal evenement gaande is. Wat moet ik allemaal doen? Ik wil een roos aanbieden. Ik wil een gewaagde vraag stellen. Ik wil graag een roos aanbieden. Oprecht compliment geven. Over haar wang strijken. Opfleuren. Handen kussen. Ik wil graag haar naar carrière vragen. Wat voor carrière doe je, man? En dan gaan we er weer omhelzen. En dan gaan we flirten. Bijna voorbij dit afspraakje. We moeten snel iets doen. Wat moeten we doen? We doen een aanzoek! Doe het snel voor het afspraak is afgelopen. Doe het! Precies op tijd! Oh. Laat elkaar nou los. Opgerot! Dan gaat het meteen weg. Oké, we kunnen verder gaan met reizen. We hebben een flink arsenaal van mensen die we nu hebben beter leren kennen. Nou, daar zijn we dan. Op de deur kloppen, alsjeblieft. Wat is er, Jesse? Nee, niet op zijn computer. Je moet het eerst vragen. Echt gewoon chatten met zijn account. Lekker, Jesse. Ik zie dat de overgebleven bij nu thuis is. Dus we gaan erheen met Brit. Oh, leuk dat je er bent, Brit. Leuk dat je mee ging. Oh, iedereen is hier ook gewoon nog. Kijk, daar is Jesse de Sebastian. Nu komt het ziekste feest ooit. Maximaal 7 andere Sims. Nou, de bijtjes mogen alvast wel mee. Welkom op de Aride Regel, boys. Wow, het is weer goed. Oké, let's go. Ze rennen ook naar binnen. Dat huis in! Jordi gaat eten. Dietz en Tijn zitten samen te kletsen. En Jordan zit natuurlijk eens eentje tv te kijken. Lee! Oké, Jordi. Het is tijd om mensen uit te gaan nodigen. We gaan het sixte feest ooit geven. Iedereen is uitgenodigd. Wat? Wat? Maximaal 15? Oh, nou ja, CB woont hier al. En Boefjes is hier al. De bijtjes. Ja. Dan gewoon bij de Aride Richel. Dat vind ik wel prima. Laat ze maar komen, die bitches. Oh, de eerste gasten komen al. Hij is zo boos. Wow. Hij is zo boos. Pop is zo boos. Hey, kijk. Het is je chick. Nina. Iedereen komt ook gewoon. We hebben elkaar even gezien. En iedereen denkt ze van, ah ja, nee, het ziet eruit. Het is een leuke gast. We gaan gewoon naar zijn feest. Maar wat ze niet weten, is dat de deuren dicht gaan. En ze weten nog van niks. Dat is de surprise. Is dat Brit? Ja, mooi hoed, Brit. Sick hoed. Waarom staat iedereen in de badkamer? Echt iedereen is in de badkamer. Nou, alleen Bob is nog buiten. Nou, we geven nog een kans om binnen te komen. Laatste kans, oké? Loop even door. Nee. Nee, Jordan. Wat doe je, man? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat? Wat? Bob, ren door. Door jou ben ik Jordan kwijt. Tijn! Waarom gaat iedereen naar de bar? Fuck de bar, man. Doe de deur dicht. Nu gaat die deur er echt uit. Man. Je bent echt te laat. Je bent echt te laat nu. Nou, het is het nieuwe huishouden. Ik denk dat we wel wat meer bedden nodig hebben nu. Nu er zoveel mensen zijn. Nou ja, kunnen twee mensen op de bank. Hier is nog een bank. Hier is twee mensen. Maar dat doen ze waarschijnlijk niet. Oh, Jesse is er nog wel. Hij zit samen te gamen met Victor. Nodig hun ook even uit. Doe ik wel een deur erin. Ja? Komen ze eraan? Het is de hoogste tijd. Bedankt voor je gezelschap. Tot de volgende keer. Nee! Nee. Kut, Jesse. Weet je wat? Oh, dat is een slim idee. Dit is zeg maar zo'n soort van spaceport, weet je wel. Dat je eerst door een ruimte moet voordat je binnen kan komen. Ah. Dat je dan binnen kan komen. En als je binnen bent, dan kan je... Dan doen we die weg en dan doen we het als deuren. Dat is fucking slim, dankjewel. Kijk, zo werkt het. Dan doen we die deur hier. Dan kan je erin. Niemand kan nu langskomen. Dan niet hoor. Ze zijn allemaal aan het slapen. Hoe is het met Nina? Waar is Nina? Nina is zwanger. Daar.
Zullen we nu trouwen? Oh, onmiddellijk met Nina trouwen. Let's go, Jordi! Het gaat gebeuren, 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 het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Hier ook gewoon. Iedereen is erbij. Jongens, zie je wel jullie bij zijn? Oh, kom op. Kom op, kom op, kom op. Meer mensen erin. Nee, Jonne, what the fuck, man? Jordi is aan het trouwen. Naar binnen. Zo, genoeg mensen. Trekken samen in. Oh. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Nee, wat gebeurt er? Wat is dit? Paul, jij komt bij ons wonen. Nina, kom ook maar bij ons wonen. Ah, kom allemaal bij ons wonen. Behalve jou, Don, fuck off. Yes! Onze familie is groter geworden. Oh, maar dan moeten we ook met Jordan en zo trouwen. Met de base. Dan kunnen we met z'n allen in één groot huis wonen. Als het überhaupt mogelijk is. Staan ze allemaal daar nu? Waarom staan ze nu daar? Jullie mogen wel binnenkomen. We hebben een enorme familie en een kind. Paul! Paul, zijn eigen bedje! Oh, Paul. Super cute, Paul. We gaan Paul super groot maken. Kijk hoe druk het hier is. Iedereen zwaait naar elkaar. Jullie moeten heel nodig plassen. Er staan allemaal mensen bij. Blaas geknapt. Oh. Oh, dat is smerig, Jordi. Waar iedereen bij staat. Iedereen gaat zo meteen in zijn broek pissen. Die heeft ook echt een afwas. Hou je bek, Paul. We gaan nu wel een deur maken. Het wordt wel een beetje zielig. Kijk de geluidsman, wat heb je daar? Havermout. Lekker hoor. Gekke bek trekken. Ouder worden. Laat hem ouder worden, Jelle. Je hebt die magical powers waarmee dat kan, toch? Wow. Wow. Dat is een beetje creepy. Beetje maar hoor. Paul is ouder geworden. Select een eigenschap voor dat bitch. Doe maar zo'n rakker. En hij is heel vrolijk. Ja. Wat? Die wangen. Man. Wat is er met je wangen? Kunnen we ook als hem spelen? Ja, nu kunnen we ook echt als hem spelen. Dat ga je doen. Dat ga je doen. Oh, hij gaat gelijk hierin spelen. Dat is een echt ruimteschip, man. Ik zweer het je. Als je op knopjes drukt, dan gaat ook echt de lucht in. Ik heb je gewaarschuwd, hè? Motorische vaardigheid geleerd. Door even erin te klimmen. Je stond er nog niet eens in, stomme rotjoch. Ah. Dit is Jessica de J. Waarom heb je die broek aan? Zo'n rare broek. Past niet echt bij je. Jesse, wat doe je hier? Er zijn hier geen deuren. Ik zweer het je. En Jesse zit nog steeds te zwemmen in zijn kleding. Dat zag ik niet eens. Man! Nou jongens, dit is zover als ik het ga doen. Bedankt allemaal voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Content Badders. Vergeet deze video niet te liken en deel met al je vriendjes en vriendinnetjes als je hier info hebt. Dan zie ik jou in de volgende aflevering waarschijnlijk. Doei!